Nou, het is, als ik het goed zeg, is het pakketje bedoeld voor mijn studio. Jawel, 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 kijk. Hij heeft er eentje hoor. Zo, zo. Nee. Ah, die had ik wel een mooie beeld staan dit keer. Hallo allemaal. Superleuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ja, dames en heren, laat ik maar gelijk met de deur naar huis vallen. Ik heb serieus hier een pakketje binnen. En ik dacht, het is wel gelijk even leuk om een pakketje uit te pakken. Nou, het is, als ik het goed zeg, is het pakketje bedoeld voor mijn studio. Jawel, 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 kijk. Hoppakee. Het is namelijk inderdaad een discolamp. Ja, super vet. Ik ga hem eens even uitpakken natuurlijk. En dan kan ik hem gebruiken voor in mijn studio om het net wat meer kleuren te geven, zeg maar. Zo. Dit is de lamp. Het is gewoon een unboxing zo. Kijk, hoppatee. Zo. Dan gaan we even legen. En ik zie dat hier aan de zijkant zitten van die dingetjes. Van die, dus misschien zouden we hem ook nog op een statiefje of zo neer kunnen zetten. Maar voor nu gaan we het even niet doen. Nu doe ik er gewoon eventjes een dingetje op. 1, 2. En nu ziet het er als een heel goedkoop plastic ding uit. Maar echt, zodra deze aanstaat, dan geeft het volgens mij een super leuk effect. Dus nou ja, leuk voor mijn studio. Wat ik ga doen, ik ga hem ophangen. En dan ga ik hem eens even uitproberen. Gewoon grappig, leuk bijdingetje voor in mijn studio. Zo. En ik ga hem eventjes hier ophangen. Hè. Hoppakeetje. Oh, misschien doe ik het nou niet zo heel handig. Misschien was het handiger om hem eerst op te halen. Maar goed, stel even van. Nou ja, zoals ik al zei, weet je, verwacht niet te veel, man. Het is gewoon grappig. Of dan, ja, mijn discolamp is dus aangesloten. Ja, superleuk voor opnames. Gewoon lekker een discobol. Of voor een feestje. Kan prima. Nou, ik kan jullie gelijk nog even wat anders zeggen. Nou, deze kan ik dan natuurlijk wel. We weten inmiddels wel dat het zover is. Dus deze kunnen we wel afhalen. Hoppatee. Zo, en nu dacht ik misschien, ik zat een beetje ondertussen op YouTube of op internet te kijken. En ik dacht misschien, als dit van iemand die zei, Mitchell, je moet een playbutton maken. Dus dat ga ik doen. Binnenkort ga ik hiervan een YouTube playbutton maken. En dan doe ik hier zo'n logo en dan subscribe, celebrations to Mitty for subscribe the 1k subscribers. Dus dat, ja, dat komt nog in een vlog binnenkort. Super vet. A few moments later. Super fijn. Op het moment dat ik zeg maar mijn ding aansloot, dacht ik van weet je, ik probeer ook gelijk ook eventjes om mijn andere lamp aan te zetten, die lamp. Maar die sprong ineens uit en nu ligt de stroom er in één keer af. Top. Oké, het is inmiddels gefixt. Dat is inderdaad, deze lamp is inderdaad overleden. Dus deze lamp die gaat weg. Want ik kan hier geen nieuwe lamp meer voor krijgen, weet je dat. Echt een hele goede lamp voor hebben. En ik weet echt van mijn god niet hoe het eruit ziet. Maar goed, het lag blijkbaar aan de schakelaar. Deze moest naar boven toe. En die stond naar beneden. Dus daarom had ik geen stroom. Het schijnt dus een, ja, hoe zou je het zeggen? Een veiligheidsschakelaar. En stel je voor dat iets kort sluiting veroorzaakt. Dan gaat hij meteen naar beneden. Want dat is zeg maar voor beveiliging. Dan zorg ervoor dat je huis niet in de brand gaat. Ja, dat is wel zin. Daar hebben ze helemaal goed over nagedacht. Maar hey, zo ziet het er ook nog best leuk uit. Leuk voor mijn studio zo. Maar goed, de studio heb ik nu niet nodig. Dus deze dingen gaan we even uit. Hallo? Oh,
Ja, dat dacht ik al, zit er echt in. Maar goed, toppie. Leuk van mijn studio. Oké, ik heb inmiddels toch bedacht dat ik moet toch maar eventjes nu ga beginnen. Want ja, weet je, ik stel iedere keer uit en dat is echt iedere keer zo. Ik heb verf en ja, het is vingerverf, maar ik ga dit keer niet met mijn vingers doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan moet ik straks nog eten koken. Ik heb hier een bord. En ik ga nog even een bord pakken, dat is handig. Zo. Altijd handig. En dan kan ik er verschillende kleurtjes mee maken. Super handig. Hoppakee. En dan ga ik het YouTube play button namaken. En dan voor de 1k subscribers. Dus let's go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Kijk eens aan, dit is mijn playbutton, dames en heren. Oftewel, dit gaat mijn playbutton worden. Ja, hij moet natuurlijk nog even opdrogen. Maar wat ik dus ga doen, is ik ga hier straks met rood, ga ik hier dus zo'n YouTube logo opmaken. En dan zet ik hieronder, presented to Mitty for passing 1k subscribers. En dan hieronder YouTube. Nou, dat gaat dus mijn playbutton worden. Super tof, dames en heren. Ja, mijn eigen 1k playbutton. Super tof. Binnenkort meer in de vlog, want hij moet nu nog even opdrogen. En dan binnenkort gaan we de playbutton helemaal afmaken. Super vet. Nou goed, dit ding is dus klaar. Die laat ik nog eventjes opdrogen. Dan moet ik dus ook echt nu aan gaan zitten, want anders zou ik alles onder zitten. Dan laat ik dus daar even mooi even opdrogen. En op het moment dat het dan zeg maar opgedroogd is, dan ga ik er dus echt een YouTube playbutton van maken. En dan heb ik natuurlijk rood voor nodig. Nou, de rest ga ik opschrijven met een dikke stift. Dus ja, dat wordt echt wat. Ik ga jullie meenemen in het proces van mijn 1k playbutton. Op YouTube zelf bestaat hij op Google. Dus ik vind toch, bij de 1k moet je toch wel wat hebben hoor. Het is toch een mijlpaal die je haalt. Dus ik ga, en ja, weet je mensen, vanaf zaterdag is de grote big final met inderdaad de 1K track. En daarna zal ik niet meer beginnen over de 1K, oké? Okay? Maar goed, het maakt zoveel in je los. Dat is gewoon bizar. Dus ja, dat is. Ja, nu heb ik ook gelijk even een andere mooie update voor jullie. Mijn tuin, zoals jullie weten, die is al echt een paar dagen, een paar weken inmiddels al zo achtergelaten. En ik heb nu eindelijk goed nieuws. Binnenkort, een paar dagen nog, dan wordt mijn tuin helemaal afgemaakt. Oftewel, dan komt de schutting er te staan. Dus dat is lekker meegenomen. Goedemiddag met Mitchell de Graaf. Zou ik misschien een afspraak kunnen maken voor morgen om daar te knippen? Als het kan, morgenmiddag. Ja. Nee hoor. Twee uur? Ja, 2 uur. Is goed. Wat is de achternaam? De Graaf. Ja. Dan ga je nog even de telefoonnummer volgen. Jazeker, dat is 06. Dat is goed, dan heb ik je morgenmiddag om 2 uur. Is goed. Ja. Oké. Oké, bedankt. Doeg. Doei. Zo, kapper is gefixt, dames en heren. Ja, ik moest toch weer naar de kapper, hè. Mijn haar begint toch echt weer lang te worden, dus binnenkort, in de volgende vlog, dan is mijn haar tjaka! Zo, ondertussen ben ik even lekker aan het koken. Een lekker worstje in de pan aan het gooien. Ziet er wel lekker uit hoor. Jeetje, het is echt lang geleden dat ik dit heb gehad. Aardappelpuree erbij. En een potje met rode kool. Jawel, dat moet ook een beetje gezond blijven natuurlijk. Ja mensen, ik kreeg laatst nog een interessante vraag van iemand die zei van Mitch, wat doe je eigenlijk als je haatreacties krijgt? Ik wil ook graag YouTuber worden, maar wat gebeurt als je haters krijgt? Nou, dat weet je. Elke YouTuber heeft last van de haters. Elke YouTuber, want of je doet dit niet goed, of je doet dat weer niet goed, of zus niet goed, of zo niet. Maar voor mij is het gewoon heel simpel. Weet je, ik zeg het altijd maar zo van, weet je, als je niet leuk vindt om naar mij te kijken, dan kijk je gewoon niet. Heel simpel. Klaar. Heel simpel. Weet je, geen discussie, niks. Gewoon klaar. Als je niet leuk vindt, dan kijk je gewoon niet naar mij. Heel simpel. Laat me zo zeggen, ik heb, respect. Dat ze überhaupt de moeite doen om een reactie te plaatsen, weet je, dat vind ik heel knap. Ik heb er echt veel respect voor, dus ja, nice, weet je. Als je het inderdaad kan, weet je, doe het lekker, zou ik zeggen, maar ja, weet je.
Als jij graag een YouTuber wil worden, trek je niks aan van de haatreacties. Weet je, dat moet je nooit doen. Dat zijn altijd mensen die zijn gezien, vaak gewoon zielig. Want die vinden dit niet goed of die vinden dat niet goed. Je kunt nooit mensen 100% tevreden maken. Dus dat hoeft ook niet. Weet je, als je gewoon lekker je ding doet, heel simpel. Goed, we zijn inmiddels in Borculo bij het, bij de Olle Molle, zo heet dat in ieder geval hier zo. En ik ben uitgenodigd om even lekker een keertje te komen vissen. Dus zeg het, ja. jij vist veel of niet? Had je net al een beetje een mooie vis gevangen dan of niet? Ja, hij klapte erop. Hij heeft er wel in gevangen. Nero! Lukt het een beetje? Hé! Hey, hij vraagt wat. Lukt het een beetje met vissen? Ja, binnenkort is waarschijnlijk wel meer visvlogs. Vind je het wel een keer nice om misschien een keer nachtvissen of zo? Ja. Voor de vlog. Want een keer avondje meegaan dat we gewoon lekker... een nachtvisje vangen. Maar wat voor vis heb je allemaal gevangen tot nu toe dan? Karpers, ja. Rogen, snoeken, ja, van alles. Snoek ook, ja? Ja, ja. Ik klapte net bij hem snoek op. Oh jeetje. Maar ja. Maar is dit wel een beetje goed viswater dan, dit? Ja, ja. Kan wel. Kleinere vis, maar. Nou ja, misschien dat je nog. Dat het nog lukt. Ja, en Tigo die appte net al van, weet je, ga gewoon even naar de Olle Molle, want misschien dat we nog... Hartstikke mooi. Nou top, ik ben benieuwd of we nog wat kunnen zien in deze video dan. Misschien of in de volgende. Nou, we volgen onze visbaas hoor. Op naar het grote viswater. Want volgens Tigo zouden er aan die kant dus meer vissen zitten. Of hier, dat kan ook. Dan ga ik even lekker asociaal doen. Ik wil filmen dat Mats aan het vissen is, dat je hem ingooit. Hoppatee. Ja, ik sta hier prima zo. Lekker aan het rand van het water. Nou. Lekker bezig. Volgens mij kun je niet zo goed zien, dus ik kom even iets deze kant op. Het is een beetje donker. Ja, een beetje heel erg. Ga gelijk foto hè voor die vlog. Oh, heb je hem in de boom gezitten? Jezus, hij zit in de boom daar. En hoe weet je eigenlijk als iets hapt dan? Ja, dat voel je. Ik heb een speciaal hengeltje daarvoor. Voel je van die trilling en dan weet je dat je het eraan hebt. Oh, door trillingen. Je moet natuurlijk wel snelle reactievermogen hebben om... Ja, op zich hoeft het niet heel snel. Je kunt wel rustig aan doen. Is het beter? Dat beter heb je toch wel wat aan. Ja, hier vang je nooit een grote plek in. Je denkt dat het niet zo groot is. Ik ga dan een volgende plek. Met leren daar. Ja man, ik ga er wat anders aan zetten. Dat is niet echt anders hier. Nou dames en heren, ik kan zeggen de visvlogs bij deze zijn officieel geïntroduceerd, dus like voor de visvlogs. Nou daar gaat hij hoor, onze vismaster. Wat zei je? Ik wist niet dat je de schermpje zo kan draaien. Ja, zeker. Hij doet een beetje de Fortnite gooien, zien jullie dat? Beetje zoeps. Het is hier wel een mooi plekje hoor, zo aan het fonteintje daar zo. Laat hem niet vallen hè. En is dat nou omdat ik er nou ben met de camera dat ze niet willen happen of wat is dit? Ik kan me nog eens herinneren dat ik je ook wel eens heb gemagneetvissen. Oh nee, gaat hij nou weer beginnen? Dankjewel. Ga je nou weer beginnen met je shoutout jongen? Pannenkoek. Ja, en een tikkie stuur ik je wel. Nou, daar staan ze wel, de vismasters.
Dan haal je daar een dikke karper eruit of zo? Nee, ik heb nu niet op karper, snoek, baar. Ze hebben niet zoveel zin in. Nee, net maar. Ja, dat komt omdat ik er natuurlijk weer ben. Zo, ja, bijna die gewoon aangeslagen hier zo. Dat was mijn moot. En trouwens, nou ja, kijk, wil je, ik kan nog wel wat abonnees gebruiken, weet je. Tegel official, abonneer, dank u. Official. Maar wanneer ga je weer vloggen dan? Ja, wanneer? Kom nog een keer thuis. Nachtvissen, dan komt er wel vloggen online. Nachtvisvlogs. Oh, dus binnenkort gaan we samen gezellig met de boys ik nachtvissen. Ik ga gewoon een kanaal starten met alleen mijn visvideo's. Met Mats. Gewoon lekker vloggen. Ja, dat wordt mooi. Ja, dat wordt mooi. Grapjas. Kan je ook echt een huis geven? Nee, neem maar. Ja, fuck ja. Doe maar, ik neem maar naar huis. Nee. Dan Jezus, zo, kijk hem bezig zijn hoor, de vis-expert. Dat doet hij even. Ja, ik moet echt zeggen mensen, ik heb erg respect voor al die vissers hoor. Dat die daar zoveel geduld voor hebben om zo lang te doen. En je weet maar niet wanneer je een vis vangt. Sick hoor. Dus zoals ik al zei, like voor de visvlogs. Binnenkort gaan we lekker... vis niet op mijn kanaal voorop, net visvlogs, maar binnenkort wel lekker wat meer visvlogjes erbij. Zo aan het einde van het jaar. Nice. 1, 2, oeps. En dat zul je net zien, hè. Zoals ik al zei net. Ik ben even niet hier en dan vangen ze de dikste vis. En als ik er wel ben, dan vangen ze helemaal niks. Oké, ze zeggen dat ze een snoek hadden net bijna. Dat bedoel ik weer. Ik leg de camera heel even weg en het is alweer raak. En als jullie zien, ben ik hier aan het filmen en dan gebeurt er waarschijnlijk niks. En dan legt hij de camera weer weg en dan gebeurt er wel weer wat. Altijd. Dat soort momenten heb ik echt altijd in mijn video's. En vergeet me natuurlijk ook niet. Oh, dit ga ik sowieso wegpiepen. Op laatste even 0546. Dank u wel. Jammer. Waarom film je mij verleden? Yo, vis! Oh, hij heeft er eentje hoor. Zo. Nee! Ah, die had ik wel een mooie beeld staan dit keer. Ja, dat wel. Die wil terugkijken. Herhaling, even een herhaling dames en heren. En vergeet me natuurlijk ook niet. Nee, hou op. Fuck off. Volg mij natuurlijk ook op Instagram. Tycho laagstreepje Smit. Het is raar weer vandaag. Hè? Het is elke keer onweer en zo. Ja. Mooi. Wat was dat? Oh, hij had hem bijna. Vergeet natuurlijk ook niet Mitchell te volgen op zijn eigen YouTube kanaal. Wat zei je? Jij moet, mensen moeten op jou abonneren. Allemaal. Top. Dat laat je er wel in. Ja, tuurlijk. We gaan voor de 10.000 sub. Ja, dat is wel mooi, ja. Nee. Ik merk al dat je beter werkt. Ja, dat had ik ook anders. Hé, Mitchell, voor de klok. Bitch fight. Jammer, ik had een fucking camera. Thank you.
Dat was een piek waar je mee loopt. Een baars? Hé, Tigo, haal hem het setje weg, Apio. Dit is mijn allereerste keer dat ik ga fishing. Oh, nee. Ja hoor. Hoe moet je werpen? Je haalt hier vinger achter zo. Ja. Doe maar. Ja. Doe je deze open. Wanneer je hem in de lucht gooit. Ja. Wanneer je halverwege bent met gooien, laat je je vinger los. Okay. Maar de hengel wel vasthouden. Oké, en nu? Oh. Helaas. Ging fout. Maar niet uit. Opnieuw. Opnieuw. Zo? Ja, en dan. Deze hou je vast. Ja. Ik heb je hengel vast hoor. En nu rustig naar achter gooien. Oh, wacht hem. Wacht even hoor. Ik ben wel goed in vissen, hè. Oké, wacht even hoor. Vinger hier toe? Ja, klopt. Deze los? Ja. Dan halen we hem naar achter. Komt ie. 3, 2. Dit is nog een werpengel, hè? Ja, ja. Kijk. Oké. Die was goed. En nu draaien. En nu draaien. Echt wel, heb ik er nou eentje. Ja. Dat zal wel zijn hoor. Ah, jammer joh. Jammer. Zullen we nog even ingooien joh? Tuurlijk. Ik zit er nou net zo lekker in. We gaan even naar de winkel, we zijn zo terug. Yo. Zo? Hé, hey, Tigo. Ik ben zo goed in vissen hè. 3, 2, 1. Hij gooit ook achterwaarts in hè. Even kijken. Hier nog een, hier nog een. Ik heb ingezoomd op de camera. Nou, probeer het maar eens een keer. Helemaal goed. Nou ja, mijn eerste keer, maar ooit alles moet een keer gedaan zijn. Net als met vissen. Ja, weet je, het moet gewoon even inkomen. Ja. Er zijn net wat mensen die net wat beter zijn in het... Eens moet je eerst een keer zijn met alles. Zo mensen, ik ben inmiddels weer thuis en helaas, we hebben niks gevangen. Maar ik besef me ineens... Kijk hoe vet dit zo eruit ziet, dat licht. Super vet man. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Ik zou zeggen, vergeet zeker niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven zoals altijd. Binnenkort dus meer visvlogs, zoals ik al zei. Dus ja, tot de volgende vlog zou ik zeggen. Shoutout trouwens naar de jongens, super gezellig was het. Uiteraard nog niks gevangen, maar goed. Misschien in de volgende vlog al. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Vergeet de blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven. Dan zie ik jullie gewoon bij de volgende vlog. Morgen om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag, peace!